het kunnen vertellen hier over de droom van de woestijnenreis. Hij is te vinden in het boek van de Visioenen van de Oost van Rick Joyner. En ik heb teksten gebruikt uit de Basisbijbel. En in mijn droom zie ik een man eenzaam lopend op een weg. Het is al laat in de middag en in de verte lijkt het of daar een stad is. En daar staan nogal wat torens met kruisen erop. Het lijken wel kerken. En hij gaat sneller lopen. Is dit zijn bestemming? Hij passeert een indrukwekkend gebouw. Er staat met grote letters op: Kathedraal van de Toekomst. En boven een stadion hangt een groot reclamebord met 3 keer per week evangelisatie bijeenkomst. In het centrum vraagt hij bij een informatiestand: is dit de stad van God? Nee, zegt de vrouw, dit is Christenstad. Maar ik dacht, dit de weg is naar de stad van God. Ja, dat dachten we allemaal toen we hier aankwamen. Maar de weg gaat toch wel verder de berg op, vraagt hij. Dat weet ik echt niet, zegt ze voorzichtig. Hij eet een hapje in een christelijk restaurant en vraagt aan de man die aan een tafeltje zit naast hem: de weg die de berg opleidt naar de woestijn, is dat niet de weg van God? Naar de stad van God? De man zegt: wees geen dwaas. Van die weg is nog nooit iemand teruggekomen. Als je God zoekt, dan zijn er genoeg kerken in deze stad. Kies er een uit en word dan deel van de gemeenschap. Moe en verward verlaat de reiziger het restaurant en gaat onder een boom zitten. Een stokoude man komt naar hem toe gelopen en spreekt hem aan. Ik zou je maar niet blijven als ik jou was. Je moet het pad nemen, daar hoor ik thuis. Dat zijn wel heel wat kilometers reizen en je zal in de hitte lopen en dorst hebben. Maar de engelen zullen met je meegaan en aan het eind van de reis zul je de stad van God daar komen. En de poorten zullen voor je opengaan. Want jij wordt daar verwacht. Oh, dat klinkt geweldig. Maar zo'n tocht zal ik misschien niet overleven. Zal ik maar niet hier blijven in deze stad? De oude man glimlacht. De reiziger wendt zijn ogen af van de vurige ogen van de man. En laat de drukte van Christenstad nog even op zich inwerken. Dan keert hij zich weer naar de oude man. Maar die is de smalle pad al opgegaan. Plotseling besluit hij achter de man aan te gaan en loopt zwijgend een poos naast hem. De weg wordt steiler, het wordt een moeizame klim. Dan biedt zijn gids hem water uit zijn veldfles aan. Buiten adem drinkt hij en zegt dan verbaasd: dit is het lekkerste water wat ik ooit gedronken heb. Bedankt. De woestijn is vol prachtige kleuren. En het schitterende licht daar in de verte lijkt wel te bewegen, alsof het leeft. Kijk, daar zegt de oude man, dat is de stad van God. Maar voordat je daar komt, zal je eerst de 4 woestijnen, die je voor je ziet, nog moeten doorkruisen. Direct onder ons is de woestijn van vergeving. De reiziger ziet kleine figuurtjes in het landschap die zich langzaam in de richting van de stad bewegen. Dat lijkt een eenzame reis. Waarom reizen ze niet samen? Weet je, ze zijn niet alleen. Ieder wordt vergezeld door de vergeving van God. In deze woestijn is de barmhartige genade van God. De Heilige Geest zegt hun: zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Terwijl ze voorttrekken, worden ze hersteld. Voorbij deze woestijn is een uitgebreide blauwe vlakte. Is dat een zee? Het ziet eruit als water, maar het is zand. Kijk maar door mijn verrekijker. Dan zie je daar ook mensen lopen en daar vormen ze groepen. In de aanbidding ervaren ze voor het eerst iets van de vreugde van de stad van God. Ze ontdekken dat ze geschapen zijn om God te aanbidden. Dat wordt hun levensdoel, hun bron van alles wat ze doen. Achter de blauwe woestijn bevindt zich een woestijn.
waaruit rode vurige bergen oprijzen. Die rode bergen maken deel uit van de woestijn van gebed. De mensen die hier doorheen trekken, ervaren sterk dat ze zich willen afzonderen van alles wat ze van God kan afleiden. Hun verlangen is zich te concentreren op gebed. Hier leren ze al gauw dat de enige manier is om te overleven, is een voortdurend uitroepen naar God. Gaandeweg wordt het gebed hun grootste passie en vreugde. Het lijkt of de stad van God dan te zien is, maar tussen de bergen ligt nog een woestijn om door te trekken. Deze wordt de oogst genoemd. Je zult het weten wanneer je daar bent. En daarachter ligt de stad. Daar is je naam bekend. En ze zien uit naar je komst. De Heilige Geest zal je bijstaan. Wees niet bang jezelf te verliezen in God. Je zult nergens anders leven vinden. De oude man laat hem alleen. En na nog wat bedenkingen gaat hij toch verder. In de droom kan ik zien wat eerst op een ster leek aan de horizon, dat het nu de vorm van een kruis aanneemt en dat boven het pad komt hangen. Hij kijkt op en ik zie een teken van herkenning op zijn gezicht. Hij fluistert zachtjes: vergeving. Met diepe eerbied citeert hij: omdat hij buiten de stad leed, moeten ook wij naar hem toe gaan, de stad uit, en samen met hem lijden. Want wij hebben hier geen eigen stad, maar wij kijken uit naar de stad die nog zal komen. Ja, ik ga door, zegt de reiziger met vreugde, en hij gaat verder. Naarmate de dag vordert, zie ik dat de reiziger moe, dorstig en bevangen door de hitte wordt. Precies op het punt dat hij geen stap meer kan verzetten, verschijnt een vrouw aan zijn zij. Achter de volgende heuvel zul je een bron aantreffen. Ga verder. Je bent er bijna. Daar, etend en drinkend, krijgt hij uitleg. Dit is de woestijn van vergeving. Dan zou ik eigenlijk wel aan een park met rivieren en groen gras denken. Waarom toch die woestijn? Kijk, je moet zien dat de vergeving van God alles omvat. Alles. En dat is alleen in de woestijn te ervaren, waar niets te zien, niets te hopen, niets te waarderen is, dan alleen het kruis van Jezus. Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. En dat komt doordat niet meer mijn ik leeft, maar Christus leeft in mij. Ik heb er steeds naar verlangd, zegt de reiziger, dat ik Jezus persoonlijk tegen me zou horen zeggen: wees blij, broeder, uw zonden zijn u vergeven. Ik heb er zo naar verlangd dat het bloed van het kruis door mijn hart zou stromen om het te reinigen. Voordat je aan de andere kant van de woestijn bereikt zal hebben, zal je de opluchting ervaren. Het gewicht van de zonde drukt je nog steeds als een blok. Als dat van je afgewenteld is, kan je zonder schaamte voor het aangezicht van God komen. Zoals je eens gefixeerd bent geweest op de behoefte om jezelf op te bouwen, zo zul je spoedig gefixeerd zijn op de vergeving van God. Gefixeerd op de vergeving van God. Je zult zo gefixeerd zijn op de barmhartigheid van God, dat het voor het eerst in je leven je geheel vrij zult zijn van meningen van mensen. In een kruisvormig licht wordt de reiziger een andere vrouw gewaar. Ze wordt zichtbaarder en komt langzaam naar hem toe lopen. Het lijkt wel of hij haar kent. Aan zijn gezicht te zien, zie ik dat ze hem ooit verkeerd behandeld heeft. Haar ogen zijn op de reiziger gericht en ze vraagt: wil je me vergeven? De reiziger stopt en opnieuw vraagt ze: wil je mij vergeven? De vrouwelijke gids naast hem legt nu uit: de woestijn van vergeving is niet alleen een plaats waar we vergeving ontvangen, maar het is ook een plaats waar we vergeving schenken. Waar bitterheid al die jaren in je ziel verborgen lag, moet je eerlijke keuzes maken. Geen steriele, oppervlakkige vergeving van je verleden. Die is volkomen ontoereikend. Maar de vergeving die God naar jou is toegestroomd, zal, als je het toestaat, nu ook uit je gaan stromen. De reiziger neemt de hand van de vrouw in de zijne en kijkt in haar ogen.
Natuurlijk vergeef ik je. Met tranen in haar ogen zegt ze, dank je wel. En dan opeens is ze verdwenen. Dan komt er een man uit het restaurant van Christenstad, die de reiziger een dwaas noemde, naar hem toe rollen. Hij staat hijgend voor hem, veegt zijn gezicht af met een zakdoek en hij begint hem om vergeving te vragen. Maar natuurlijk, zegt de reiziger, dat was niets. Denk er niet meer aan. Vat dit niet te licht op. Ik heb je vergeving echt nodig. De vrouw legt uit, niet je vriendelijke welwillendheid, maar je actieve, oprechte vergeving. Hij heeft liefde nodig. Mijn vriend, ik vergeef je totaal, zegt de reiziger dan met respect in zijn stem. De man is zichtbaar opgelucht. Dank je. En verdwijnt in het niets. Ze praten nog even na over Petrus, hè, die op Jezus vroeg, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 keer? Nou, 70 maal 7, hè, want hij is 18. Ze komen op de top van een gigantische duin. Ah, water, roept de reiziger. Hij kijkt uit over het blauwe uitgestrekte water. Oh nee, de man wees me hier al op. Dit is het begin van de tweede woestijn. Plotseling staat er een persoon in van onaardse schoonheid op een meter afstand van hem. Gegroet, zegt het wezen. Het is een lange tocht door dit gebied en er zijn velen omgekomen. Ik bied je een alternatief. Dan breng ik je vliegensvlug naar de andere kant van de woestijn. Moet ik daar iets voor doen? Ik vraag niet veel van je, alleen maar dat je neerknielt en mij eer bewijst. Maar dat betekent toch dat ik u aanbid. Nou, dat is toch niet vreemd? Dat deed je zelf toch ook voordat je de woestijn introk? Sommige inwoners van Christenstad aanbidden hun geld. En de liefde voor geld is juist een teken van mijn tegenwoordigheid of verliefdheid. Wat is er mooier en fijner als verliefd zijn? En gaat het je leven beheersen? Dan wordt het afgoderij. En de meeste vervulling krijg ik als mannen en vrouwen hun godsdienstig succes gaan nastreven. Wel, zegt de reiziger, en breekt daarmee de opschepperij van het wezen af. Als ik u moet aanbidden om in een snel tempo aan de overkant van deze woestijn te komen, dan ga ik met plezier te voet. Ook al doe ik er een eeuwigheid over. Totaal verslagen verdwijnt het betoverende wezen. De reiziger overlegt met zichzelf. Het is mogelijk in Christenstad alle uiterlijke aspecten van het geloof in God te beleven, terwijl men in feite innerlijk bezig is met afgoderij. Nou, die plaats heb ik achter mij gelaten. Ik zal alleen kunnen overleven als ik mezelf verlies in God. Jesaja 43. Let op, ik maak iets nieuws. Nu gaat het beginnen. Ik zal een weg maken in de woestijn, rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eren. Dat doe ik om het volk dat ik heb uitgekozen te drinken te geven. Het volk dat ik mee heb gemaakt zal vertellen van de geweldige dingen die ik voor hen heb gedaan. Dan ineens hoort hij onbeschrijfelijk mooie muziek en gezang. Overal komen er mooie stemmen vandaan. En toch is er niemand te zien. Vanaf de top van een blauwe golf ziet de reiziger 7 mensen staan met hun handen opgeheven naar de hemel en met elkaar lofzangen zingen voor God. Maar het klinkt net alsof er miljoenen stemmen klinken. Dan opent de reiziger zijn eigen mond en er rolt een stortvloed van lofprijzingen voor God uit. Ik voel me hier al in de woestijn, al in de buitenwijken van de stad van God. Maar Hebreeën 12, maar jullie zijn gekomen bij de berg Sion, bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en bij ontelbare engelen, en bij de feestelijke en plechtige bijeenkomst van de Gods oudste kinderen, die in de hemel opgeschreven staan in het boek des levens. Jullie zijn gekomen bij God, de rechter van alle mensen, en bij de geesten van de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, en die in de hemel al volmaaktheid hebben gekregen. Jullie zijn gekomen bij Jezus, door wie God een nieuw verbond heeft gesloten. En bij het bloed waarmee jullie zijn besprenkeld. En dat is een betere boodschap dan het bloed van Abel. Het koninkrijk dat we hebben gekregen kan niet schudden. Het staat stevig en vast en zal dus blijvend bestaan.
Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid en God dienen en aanbidden op een manier waar Hij blij mee is. Dat is dus vol ontzag. Want onze God is een vuur dat alles verbrandt. Het lied sterft weg, alles wordt stil en zijn metgezellin voorziet hem van een maaltijd. Hier in de woestijn van aanbidding ontvang je zijn Heilige Geest. God doopt je met kracht, opdat je hem zult kunnen aanbidden. Deze aanbidding zal, in de woestijn die hierna komt, de vorm van daden aannemen. Joël 2, vers 28. Daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. In de woestijn van het gebed, die is waar de zee van zand abrupt eindigt aan de voet van een rotsgebergte. Er is geen vegetatie te zien. Het is een gevaarlijk gebied te zien aan de beenderen die aan de voet van deze harde, vuurrode rotswanden liggen. De reiziger richt zijn blik geheel op het kruisvormige ster voor hem en citeert Matthäus 7. Ga binnen door de smalle poort, want de poort van naar de dood is wijd en de weg daar naartoe is breed. En er zijn heel veel mensen die de weg nemen en door die poort binnengaan, maar de poort naar het leven is nauw en de weg is smal. Maar er zijn maar weinig mensen die die weg en die poort vinden. Hij gaat diep de rotsplas in, luistert naar een stem die hij niet kan verstaan door de weerkaatsing tussen de bergwanden. Er staat een man bij een reusachtig bewerkte ijzeren poort en hij nodigt. Ga door de brede poort. Zou een zinnig mens een steil pad willen opgaan als er een goed geplaveid en door velen bereisde weg voor hem open ligt? Ga door deze poort en dan zult u uit deze woestijn zijn nog voordat de dag voorbij is. Aan het andere eind wacht u een maaltijd en een bed. Onderweg is er ieder uur een rustplaats met een gebedsbijeenkomst. Bij de eerste stopplaats praat hij met een vriendelijke gastvrouw over deze weg waar hij heen voert. Ze glimlacht en ze antwoordt: je zult in een prachtige woning ondergebracht worden en er zal goed voor je worden gezorgd. Tegen de avond is de reis voorbij. Gaandeweg krijgt hij een gevoel van verwarring na al die beloftes van lekker eten en een goed bed. Tegen de avond kijkt hij op een heuvel uit naar een stad. Oh, Christenstad. Maar bij het welkom van de man bij de smeedijzeren poort draait de reiziger zich om en rent terug naar waar hij vandaan kwam. Hij vindt de oude, roestige poort en wil de smalle weg vinden. Hoe is het toch mogelijk dat ik zo blind ben geweest? Op een smal pad met rode rotsen aan weerszijden hoort hij stemmen en zingende mensen. Hij loopt mee met deze processie van mensen die naar de stad van God trekken. Terwijl ze daar lopen, zijn deze mensen allemaal diep in gesprek met een onzichtbare persoon naast hun. Huilend, vragend, biddend. Het nauwe pad leidt naar een uitkijkpunt waar ze eten en dan slingert het pad naar beneden. De bergen worden naar de horizon steeds kleiner. Zie, daar begint de oogst. Johannes 4. Kijk maar eens om je heen. Dan kunnen jullie zien dat het graan op de velden al rijp is en geoogst kan worden. In de droom heeft de reiziger de rand van het woestijn van gebed bereikt en ziet in de verte de stad van God stralend in heilig luister liggen. Zijn bestemming. Zichtbaar overweldigd door emoties versnelt hij zijn pas. Dan ruikt hij intense stank van rook en rottende lichamen. En hij ziet overal lichamen liggen. Zij die nog leven roepen uitgeput om hulp. Een vrouw met veel pijn smeekt de reiziger om water. De reiziger speurt de woestijn af naar water en zijn metgezel is weer bij hem. En wijst hem op een bron waar duizenden lege veldflessen liggen. Drink zelf eerst wat. En dat maakt dat hij versterkt wordt. Tegen de tijd dat die vrouw al het water heeft opgedronken, is haar gezondheid volledig hersteld. Onmiddellijk pakt ook zij een veldfles en begint water te brengen naar anderen. Vele mannen liggen er met diepe wonden.
kinderen die nauwelijks kunnen ademhalen en oudere mensen met afgeleefde gezichten, een smerig verband om hun wonden. Sommigen roepen het uit van de pijn en anderen huilen in stilte. Sommigen komen na het drinken van de veldfles water alweer tot leven. Anderen hebben veel meer water nodig. Wanneer slachtoffers genezen, nemen ze zelf deel aan de arbeid en helpen anderen om op te staan. Terwijl ze het water uit de bron rondbrengen, deelt de reiziger een tekst uit het evangelie van Johannes met een andere man. Zijn leerlingen zeiden tegen Jezus, Meester, eet iets. Maar hij zei, nee, het doen van Gods wil is als eten voor mij. Ik wil doen waarvoor hij mij heeft gestuurd. Ik vermoed, zegt de reiziger, dat wij op dit moment aan het leren zijn wat die woorden betekenen. Vele dagen doet hij het werk van de opwekking. Op een avond vraagt hij aan zijn metgezel. Ik neem aan dat wij hier eerst het werk gaan volbrengen, voordat we verder zullen trekken naar de stad van God. Je hebt gelijk, maar de oogst is wel en de nood is wel overweldigend. De vreugde die ik beleefde aan het herstel dat ik voor mijn ogen zie plaatsvinden, komt hier zo door onder druk te staan. Komt er dan geen einde aan? Broeder, zoals je jezelf hebt moeten verliezen in de vergeving van God, in de aanbidding en in het gebed, zo moet je jezelf nu gaan verliezen, ook in de oogst. De uitdaging die voor ons ligt, is juist in de volharding. In de droom zie ik de reiziger klagen. Hoe lang gaat dit nog duren? Ik had gedacht dat het werk nu wel een keertje klaar was. En dat we verder zouden trekken. Het spijt me, maar ik ben zo moe. Ik ga daar in de schaduw zitten om een paar dagen uit te rusten. Later komt er een man voorbij en vindt de reiziger liggend op de grond. Hij is bijna dood. De man rent naar de bron, vult twee veldflessen, speurt hem terug en giet het water in zijn keel. Drink, broeder, drink! Bedankt, heel erg bedankt. Ik was er bijna geweest, zegt de reiziger tussen de slokken door. Hoe heeft mij dit kunnen overkomen? Wat is er fout gegaan? Broeder, je hebt je kracht verloren omdat je je visie bent kwijtgeraakt. Denk eraan dat de kracht die je ondersteunt uit de stad komt. Toen werd de schrijver van de droom meegevoerd naar een top van een hoge berg. En daar stond op een stenen tafel gegrift. Ik zag de hemel opengaan en er kwam een wit paard tevoorschijn. De ruiter op dat paard wordt trouw en vol waarheid genoemd. Hij oordeelt en strijdt op een rechtvaardige manier. Toen ik van de tafel opkeek, zag ik vanaf de bergtop dat er gelijk twee opwekkingen waren begonnen. Christenstad beleefde een opwekking, waardoor er in een korte tijd een geweldige bloei plaatsvond, groei. Binnen een korte tijd vertienvoudigde de bevolking zich. Vele nieuwe huizen en kerkgebouwen werden gebouwd. Een nieuwe kathedraal had een toren met wel 70 verdiepingen met een supermooi mediacentrum. De inwoners van Christenstad beweerden dat wanneer het eind van de wereld zou komen, dat ze ervoor een grote chaos zou uitbreken, ze opgenomen zouden worden naar de stad van God. Aan de andere kant van de woestijn, ver van Christenstad vandaan, vond tegelijkertijd een hele andere opwekking plaats. Mannen en vrouwen die op sterven lagen, werden op hun voeten gezet, net als in het visioen van Ezechiël met de dorre doodsbeenderen. Ze werden bevrijd van hun ziekte en van hun zonde en ze raakten uit hun geestelijke gevangenissen door van het levende water te drinken. Dat stroomt uit de heilige bron. Zoals een vuur zich verspreidt, zo verspreidden de genezingen zich en de groep mensen die weer op hun benen gezet werden, werd steeds groter. Werkers die jarenlang zeer weinig resultaat gezien hadden, merkten nu dat één druppel water op een uitgedroogde tong voldoende was om een stervende tot leven te wekken. En iedere dag versnelde dit proces zich. Ten slotte zag ik de laatste levenloze lichamen weer tot leven komen. Wat er eerst als een slagveld vol verslagen soldaten uitgezien had, was nu een machtig legerkamp geworden.
plotseling schudde de aarde onder mijn voeten. De lucht verduisterde en uit het oosten begonnen oorlogsgeluiden hoorbaar te worden. Toen zag ik dat Christenstad door een leger werd ingenomen en tenslotte vernietigd. De imposante kathedralen, alles werd met oorverdovende explosies aan flarden geschoten. Het leger trok vervolgens de woestijn in naar de plaats waar de tweede opwekking had plaatsgevonden. Het trok door de woestijn van vergeving, aanbidding en gebed. Toen de stad van God in zicht gekomen was, raakte de lucht vervuld met een geschreeuw dat iets weg had van een gewond dier. Het leger ging recht op zijn doel af en het leek van plan om de stad van God te bestormen. Vlak voor de muur van de stad stond het parate leger van opgewekte krijgers. Toen de vijand binnen bereik gekomen was, gingen plotseling de poorten van de stad open. Een leger, omgeven van licht, marcheerde naar buiten. Ze was onder aanvoering van de koning die zo'n heerlijkheid uitstraalde dat de vijanden hun ogen moesten bedekken. De opgewekte krijgers voegden zich bij het leger van het licht en samen gingen ze de strijd met de vijand aan. 3,5 dag later was de oorlog voorbij. De vijand was vernietigd en de strijders trokken de stad van God binnen, waarvoor ze voor de grondlegging van de wereld al vooruitverkoren waren. Opnieuw werd ik weggevoerd naar een andere tafel, waarop stond Openbaring 19. En ik zag een engel in de zon staan, en hij riep luid tegen alle vogels: kom vlug hier, verzamel je voor de grote maaltijd van God. En Openbaringen 20. En ik zag tronen. Daar gingen mensen op zitten die als rechters over de wereld moesten rechtspreken. Ik zag ook de zielen van mensen die waren onthoofd, omdat ze in Jezus en in Gods woord geloofden. Ze hadden niet het beest en het beeld van het beest aanbeden. Ze hadden het merkteken van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand willen hebben. Ze waren weer levend geworden en heersten 1000 jaar lang als koningen, samen met Christus. Zodra ik deze tekst gelezen had, eindigde mijn droom. Met een diep gevoel van ontzag werd ik wakker. Amen. Amen.